We zijn hier in de Bommelerwaard en we zijn hier in Poederhooien, waar ik een Lysianthuskwekerij heb van 8,5 hectare groot. Wij telen hier nu 4 jaar Lysianthus op deze kwekerij en wij produceren hier 40 miljoen stelen Lysianthus per jaar in 20 variëteiten. Het product wordt al 10 jaar geteeld, maar in de afgelopen jaren hebben wij heel veel innovaties gedaan met extra verlichting boven het product, waardoor het product nu ook echt goed lang houdbaar is. Wij zien dit product in veldboeketten, ook in de nieuwe Blue Moon boeketten. Met verschillende hoogtes van bloemen, daar past dit product ontzettend goed bij. En het is ook een product waarvan nog het stadia, bloemstadia, knopstadia in één bloem ook nog op de vaas helemaal openkomt. Dit zijn de Lysianthusstekken. Die zijn 12 weken oud als wij ze krijgen. Wij planten ze en in 8 weken tijd proberen wij daar een bloem van te maken. Wij hebben daar ook een machine voor waar we ze mee planten. Sinds kort, dat is een nieuwe introductie, is nieuw uitgevonden hier. Een plantmachine in de Lysianthus, die was er nog niet. En als we naar die plant kijken wat hij in 1 week tijd hier aan wortels gemaakt heeft onder omstandigheden hier. En wij planten 20 verschillende variëteiten en elke variëteit heeft weer zijn eigen behandeling nodig. We hebben twee systemen, twee oogstsystemen. Het zijn trouwens alle twee helemaal nieuwe systemen. Dit is het systeem, de bloemen worden geoogst, gaan onder het pad door, gaan door een bosmachine en worden in de schuur verpakt. Dit is Rosita Wit, dit is het belangrijkste cultivar bij ons hier. Deze cultivar is er in 5 kleuren. Deze cultivar voeren wij 5 dagen in de week aan. Wij werken al jaren samen met de Veilingerij Maas. Eerst in de trosgrisanten, pluisgrisanten en sinds kort in de Lysianthus voeren wij elke dag aan op Veilingerij Maas. Wij bereiken daarmee heel veel Duitse klanten die we anders niet zouden kunnen bedienen. Wij voeren op de klok aan, wij doen ook klokvoorverkoop. Klokvoorverkoop heeft grote voordelen omdat we dan ook in hele kleine aantallen kunnen de kopers al voor het veilingproces bloemen inkopen. En hoeven ze in het veilingproces zelf naar de bloemen niet meer om te kijken. Deze gaan nog open en die. Veilingerij Maas staat ervoor dat ze echt topkwaliteit moeten brengen. Dat brengen wij daar op. We hebben natuurlijk allerlei soorten kwaliteiten. Maar in Duitsland willen ze echt de beste van de beste willen ze daar hebben. Nou, de toekomst voor de Lysianthus die zien we wel goed in. Het is een populair product, het is goed houdbaar. Er zijn vele toepassingen mee te doen. Wij telen nu 4 jaar. Mijn zoon is nu 20 jaar en die hoopt het bedrijf in de toekomst over te nemen.